De familie van schrijver en verzetstrijder Anton de Kom heeft besloten om het geboortehuis van Anton de Kom aan de Anton de Komstraat te vervangen door een replica. Het huis aan de Anton de Komstraat is cultureel erfgoed en een monument, maar verkeert al jaren in een vervallen staat. Er is volgens Stichting Comité 30 juni 1 juli een originele tekening gevonden van het gebouw. Dat zal precies zo worden neergezet als het er voorheen heeft uitgezien. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw wordt gefinancierd door zowel de Nederlandse als de Surinaamse overheid, aangevuld met crowdfunding. Het is nog onbekend wanneer de bouw start. Wat er momenteel is gedaan, is dat de vervallen woning met een zinkplaatschutting rondom is dichtgemaakt. De Anton de Kom Stichting zal het laatste woord hebben over de bestemming van het nieuwe gebouw. Er zijn ideeën geopperd over een duurzame invulling als museum. Anton de Kom gebruikte het huis in 1933 als uitvalbasis voor zijn vakbondswerk. Er waren eerdere pogingen om het huis te herbouwen, maar die liepen steeds op niets uit. Vanmorgen zijn 243 militairen van het Nationaal Leger bevorderd naar een naast hogere rang. In verband met de COVID-maatregelen kregen niet alle militairen vandaag een epaulet opgespeld. Bepaalde militairen waren volgens defensieminister Krishna Mathura reeds eerder bevorderd, maar kregen vandaag geen epaulet opgespeld. Mathura sprak de bevorderde militairen toe en benadrukte dat de doorstroming niet automatisch geschiet. Er zijn voorwaarden om bevorderd te worden. Echter zijn dit niet door mij bepaald, maar door een aantal mensen. Het is geen willekeurig beleid. U zult zich moeten inzetten. Mathura zegt dat ze momenteel bezig is de achterstanden in het leger in te lopen en het beleid binnen de organisatie op te voeren. Volgens de minister moet het vertrouwen in het leger wederom opgebouwd worden. Ze riep de militairen op achter de organisatie te staan. Vooral jongeren moeten door u geïnspireerd worden. U moet gezag uitstralen en zich inzetten om het land te dienen. Echter begint dit met uw grondhouding. Hoe kan ik trots zijn op mezelf? Mathura feliciteerde de groep en hoopt dat ze zich beter zullen inzetten om de organisatie naar grote hoogtes te tillen. Kolonel Henry van Axeldongen zei dat er de afgelopen 2 tot 3 jaar op grote schaal geen bevorderingen hebben plaatsgevonden. Jullie hebben lang gewacht, maar zaken worden nu in orde gemaakt. De achterstallige bevorderingen zullen mogelijk gemaakt worden. Van Axeldongen riep de groep op zich met de bevordering professioneler op te stellen.